Harry! Hallo, Osmazel! Goed hoor. We staan een bootje aan de wacht. Moet je knappen als dat was dat te knappen. Ja, sorry, was even. Doe dat kut dingen zo open. Ja, ik mijn koffer erin plaatsen. Moet even op dit knop hier duwen. Wacht even. Even zoeken. Ja, die. Doe maar erin. Ja, laat hem erin. Zit die erin? Zo. Ja, doe maar dus. Oké. Ah, man! Oh, oh god. Let nou op. Verdomme. Zo, ja, ik dacht, kom naar huis voor Kerstmis. Kerstmis. Ik bedoel, ja, Kerstmis, dat is bijna Kerstmis. Ja, Kerstmis. Weet ik. Het is zeker Kerstmis, beetje koud. Loop ik hier met mijn korte mouwtjes. Ja, precies, godverdomme man. Loop ik hier met mijn korte mouwtjes, helemaal. Ja, wat heb je voor een oortje? Aan het opnemen of zo? Ja. Nee. Wat raar. Moet altijd luisterend zijn, hè? Snap je? Ik voel me een beetje raar, maar is goed. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan even naar een autodealer. Daar kunnen we even mooie auto's bekijken en misschien wel eentje lenen. Top, dat klinkt helemaal top. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Als deze auto's even doorrijden, want... En ik vind het ook leuk dat je mij laat rijden. Hoe jij rijden dan? Ja, ik heb gisteren mijn rijbewijs gehaald. Je hebt gisteren je rijbewijs gehaald? Precies. Denk je dat het goed komt dan als jij gaat rijden? Ja, want dit is wel een dure auto. Dit. Ja, dit deze misschien. Touareg. Oh, let wat nou eens op. Wat zit er voor motorblok in dan? Geen idee. Ja, als je dat doet, ja, weet je, ik weet het wel. Ik heb mijn rijexamen gehad. En wat zit erin dan? Een V10? Een V10, ja. Het zit een V10 in. Zo, het is er druk. Zo. Ja, je rijdt ook in de rood. Helemaal niet. Was nog groen, net toen ik reed. Als je naar de links gaat, knuppel. Die is nog groen. Ja, rustig. Ik hou me tenminste aan de regels. Hallo. Zoals de rijinstructeur zou zeggen, altijd door kleuren met licht rijden. Hallo. Oh. Rustig aan, Harry. We zijn nog altijd in het verkeer, je moet wel een beetje gedragen. Ja, precies. Je wil geen politie op je dak. Voor verkeersoverlast. Ik ga heel zo dan meteen aan je stoel trekken. Moet je gewoon gaan spelen. Het was wel de goede richting, dus... Naast handel, ja. Nou. Dat is mooi. Ik vind dat zo onnuttig, zo'n stoplicht. Als deze meneer nog gaat stoppen, hè, dan ga ik hem mappen. A few moments later. Godverdomme! Harry, nee, Harry, waarom rustig. Waarom stap je nou? Vuile, god! Harry, rustig, stap in, kom. Ja, ze blijven. Zou ik moeten doen als ik haar was. Zo. We zijn er bijna. Fijn. Het stinkt hier in deze kutauto. Wat? Het stinkt hier, naar hondenpoep. Nu goed. Zeg je nou dat ik stink, hallo? Nee, niet dat, de auto. Ah, dacht al. Dat snap ik. Even kijken, moeten we nog een code invullen als ze doorlopen? De code gaat trouwens heel erg hoog, niet normaal. Hè. Klopt er gewoon erin. Zo zie je die Porsche. Ja, Porsche Panamera. Panamera. Oh, daar is een medewerker. Oh, shit, dikke vette doos. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Hallo. Laat me even deze doos terugzetten, kom ik zo bij jullie. Ja, is goed. Ja, is goed. We wachten wel even. We gaan even op. Ik laag mijn koffer even op het dak. Oh! We hebben niks gedaan. Kom hier op de bank. Ik kan al staan, ik wil een auto hebben. Okay. Wat is daar? Oh, die meneer is daar terug, kom terug! Harry! Harry! Harry, die meneer is daar! Harry! Harry! Ja, ik kom. Ik weet het. Oh, daar is hij. Ja, goeiedag. Ja, Harry, moest even... Zal mezelf even voorstellen. Goeiedag. Ik ben Damien, ik ben eigenaar hier zo. Waar komen jullie voor? Nou, we komen voor een auto te kopen natuurlijk. Ja. Jullie komen een auto kopen, oké. Okay. Ja, hij heeft een auto voor mij gekocht, mijn goede vriend. Dus ik ben benieuwd, volgens mij is het klaar. Dat ga ik even nakijken. Wie bent u? Harry Beer. Ja. Harry Beer, en hij staat ook geregistreerd op... Hij staat op zijn naam, ik weet zijn naam niet. Maarten de Baas. Oké, okay, loopt even mee, dan gaan we even de papieren verder in orde maken. Of moet je mag ik even in de Porsche gaan zetten? Ik raad niks aan. Ja, prima, je mag erin gaan zitten. Kijk, dan ga ik even nog wat informatie noteren.
Ja, verpas. Oké, dat staat genoteerd. Even kijken, wat is uw geboortedatum? Harry, hoe heb je die auto aangekregen? Met de sleutel misschien? Waar heb je die sleutel vandaan gehaald? Ja, die zat aan het contact. Dus ik stop het contact. Stop contact. Nou. Kijk, alstublieft. Dat is verder in orde. Ja. Dan heb ik even de sleutels. Klein momentje. Ja, top. Ja. Het ging om BMW M4, hè? Ja, precies. BMW M4 V6 motor. Dikke vette turbo. Ja. Ja, loopt u maar mee. Dan gaan we even de auto bekijken. Ik volg u. Ik moet het heel even aan mijn collega Kees melden, want die gaat er altijd over. Man, homo. Hi, Kees! Hey, Kees! Rustig, hoor. Ah! Ja, hey, ik ga die M4 nu weggeven aan die mensen, die staan hier nu. Ja, is goed, Pek! Oké, hey, lukt het met die AMG? Ja, die velgen die zijn kut om erop te zetten, maar voor de rest... Ja, dat dacht ik al. Oké, nee, kom goed. Yo! Yo! Hey! Hoi! Oh, yeah. Wat een flutter. Nou. Kijkt u eens aan. Mooie Alfa, Romeo, Julieta. Julia. Ah! Hi, Juliet! Nee, Harry. Julieta. Rustig aan. Hebben jullie trouwens een keer een wat? Kijk, loopt u eens mee? Ik loop wel. Ja, ik ben hier best wel trots op. Wat gaat er nou gebeuren? Moet ik eerlijk zeggen. Zo, dat de RS5. Oh, vier. Kijk, hier ben ik best wel trots op. En de AMG. Deze hebben wij vorige week mogen bemachtigen. Die is met de levering meegekomen. Maar ik ben echt heel erg blij mee. Maarten, ga eens erin zetten, maak een foto van je. Die dat daar stond, was er ook. Maar die was kapot. Nou, wat? Ook even. Ja, daar ben je. Ja, klopt. Er was ook een AMG. Alleen die was gewoon van een. Moet ik even inzetten? Mag. Ja, ik ga lekker even. Ik pak even mijn fotocamera. Die. Stoelverwarming en al. Waar ga je dan nou weer vandaan? Ja, die koffer, die hebben we toch meegenomen, knap al. Zit daar een camera in? Ja, daar zit zeker een camera in. Nou, die van lachen. Ja. Lachen naar het vogeltje, of lachen naar het bordje. Ja. Woe. Dat is voor een paar schieten natuurlijk. Wat? Wat heb je als een band gaat klappen? Klapband. Een klapband. Ja! Ja. Ja, mooi dan. Was dat een grap of? Ja, daar moet je even aan winnen. Harry, dus mee. Harry maakt nogal dom om op. Ik hoop dat hij normaal kan doen, want soms bij zijn moeder gaat het er nog wel heftig aan toe, moet ik zeggen. Oh, maar. Meet je niet. Wat is dat met de telefoon dan? Ik zie hem niet. Zou het lang duren, anders ga ik eventjes nog een bakje koffie halen. Kan wel even duren. Ja? Ja, man. Wat is de telefoon nou? Ik hoor hem vanuit je binnenzak. Allemaal. Ja, binnenzak. Jongen, wat een rinkel. Ja, precies. Ik voelde een vibraat. Ja. Die voelde ik ook tot hier zo. Oh, waar? Dat was een harde bas. Heel Ja. Dit is bas eigenlijk. Nou, ik weet niet. Oh, man. Sorry, maar even volstaan, man. Natuurlijk, hè. Oh! Gaan wij nog een bakje koffie? Lust u trouwens een kop koffie? Zeker. Kijk, okay, ben nu met de fam. Ik heb dat is een man over een auto van mij gekocht. Hallo! Ik met de hotspot. Ja, ik ben nu voor kerst. Ik kom met mijn jaren naar huis met een paar kilo voerwerk. Ja, er komt goed een paar polsen nitraten erbij. Nee, mam. Ik hoef ze. Ik heb gisteren ook mijn rijbewijs gehaald hier. Ja, dat is mooi. Echt, godverdomme, ga eens even weg. Ga eens even op privacy, man. Ik wil even meekijken. Normaal. Ja, man, kijk even welke auto's ik allemaal heb gekocht. Hier. Ja, de zaak is heel goed, hè. Audi RS4 rood. En dan zien we nog een mooie... Mercedes AMG. Even kijken wat op de zij staat. V8. Heb ik net gekocht. Dat is mooi. Zo, dat was mijn moment. Kijk hier, alsjeblieft. Ik heb een koffie voor u. Dank je. V8. Ja, dank je. Op de grond. Nou, bent u klaar? Ik zet heel even mijn koffie weg. Kan ik eventjes goed
Naar binnen kijken. Kijk, dat is een vibrator, zo. Dit wordt jouw auto, Harry. Die kijk, BMX. Dit is hem. Holy shit, wat een wagen. De BMX, nee, grapje. De BMW en bier. Wagen. Zo, Harry, het gaat over de auto. Oh, die auto! Zo, dat was het. Kijk, hij heeft de spoiler, gelijk dat daar hing in de inkom. Ik ben altijd blij met een strijkplank, die kan ik weer aan mijn moeder geven. Oké, dan. Rij maar eruit, hoor! Ja, wel voorzichtig, alsjeblieft. Heeft veel geld gekost. Hij heeft heel veel geld gekost. 500 euro voor de... Nou, ik zal hem eventjes hier neerzetten. Dan ga ik eventjes laten zien. Nou, hij heeft sowieso een ingebouwd navigatiesysteem. Dit is helemaal uitgebreid tot heel veel mogelijkheden. Je kan, staat hij al op mijn naam? Hij staat zeker op je naam. Oh, betaling is al gedaan. Betaling is ook al reeds gedaan. Oh, via de bank. Dag, hè? Meneer, u krijgt nog wat van ons. Wat? Wat krijgen we? Moet je het nou weer halen? Je bent al 6 keer heen en weer gelopen. Nou, dan krijgen we de rekening. Dat is nog... Oh, die hebben we al gehad. Nee, die hebben we al gehad. Die heb ik op factuur gehad. Kees, die doet ook niks de hele dag zeker. Die staat altijd naar hetzelfde punt te kijken. Hé, hey, dat heb ik gehoord, jong! Kijk. Sorry. Hey, Kees, trek je er niks van aan, hè? Yo, is goed. Hé, je moet trouwens weer wat bloemen kopen, want dit is het laatste boeket. Ja, is goed, Pik. Oké. Yo, tot maandag. Hey, joe. Kijk dus aan. Volgens mij is het maar aan. Mag ik hem overhandigen? In de kofferbak. Ik heb smetvrees. Aan de kofferbak, ja. Kom maar, doe maar. Oké, ik zet hem even in de kofferbak, prima. Ik heb helaas smetvrees. Van de zaak. Niet zo. Ja. Doe jij de kofferbak open, Harry? Dan weet je al direct het knopje liggen. Zet daar een knopje natuurlijk, volgens mij. Ja, gelijk bij de andere. Nou, ik denk dat hij nog vastgelijmd zit. Nou, kijk wel even. Ik denk dat hij nog vastgelijmd zit. Nee, dat is de verkeerde. Dat is de toeter. Ja. Knopje in het midden. Ah, fuck deze shit. Pleur hem maar gewoon hier. In het midden. Dat is ook goed. Ik doe wel bij de stoelen. Ja. Als je hem even open doet. Als je even de deur open doen als je moet. Kan ik... Ja, dan heb je de handen vol, hè. Dus rek. Kijk, zo hoppatee. Dankjewel. Nou, dan ga ik u de hand schudden. Ik wens u veel veilige rijkilometers in deze bak. Ja. Ik moet zeggen, ik heb zelden zo'n mooie auto mogen bestellen. Ja. Dus, aan de mooiste mensen, hè. Ja, ik wil toch even knuffelen. Oh, kijk eens aan. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Ja. Geen probleem. Ja. Oké, we gaan er vandoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Hey, okay. Ja, prettige dag verder. U kunt daar zo weer op, kunt u mij uit de garage rijden. Ja? Ja, is goed. Maar zat ik in mensen vooruit? En zit eruit? Ja, en dan naar achter. Denk ik. Het is een automaat. Oh, het is een automaat, oké. Ik hoop dat je dat. Maar dan moet je nog steeds aan de hendel trekken en drijven en retour. Ja. Dat is wel een hendel, toch? Nee, dag. Nee, dat komt goed. Moet ik hem even naar buiten rijden, meneer? Nee, lukt goed. Al. Harry heeft net zijn rijbewijs gehaald. Raden we even. Mogen we nog even langs de auto's rijden? Heel rustig. Heel rustig dan. Niet tegen de auto's, hè, Harry. Stop. Wat een mooie ding, hè. Not normaal. Naar S4, naar AMG. Maak nog even een foto. Wat van voor deze. Foto? Welke? Ja, van deze. Oh, mijn god. Rijden. Dat meen ik. Hij weet van niks. Harry, dit kan je niet maken. Ja, Wadel, hij wil toch niet mijn naam. Je hebt net wel. Mijn naam is opgeschreven, hallo. Oh, pas op! Oh, dit gaat toch. Waar gaan we nu heen vluchten dan? Wil je dit naar links? Oh, naar rechts. Ik hoop vooral niet dat hij achter ons komt. Kom. Misschien naar langs, kan we even kijken. Pas op! Zo. Pas op! Een auto! Oh, shit, dat normaal. Het is hier druk, in de hoed. In de hoed? Pas op van die meneer! Pas op, mevrouw! 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 Gaat het? Mevrouw! Mevrouw! Oh nee, niet zwemmen! Sorry mevrouw! Nou, laat maar zijn. Handdoek halen we zo meteen wel. En misschien even verse kleren, want je bent nat. Zo, dat is een lange rit.
Hoezo is dat een lange rit, jong? We zijn net onderweg. We zijn net onderhoord. We zijn vers gebakken. Ah! Wat fuck? Wat? Naar wie roep je? Ja, naar de handrem. Naar de handrem. Ik kijk mijn visa aan. Harry, ga nou hier rechts staan. Daar is toch gewoon een parkeerplek? Ja, mannen. Ja. Kan toch... Oh, Skip. Ja joh, driften met van anders. Ja, zeker. Even goed inparkeren. Oh, ja. Vol over een volle lijn. Maakt niet uit. Een volle lijn. Vol over een volle... Oh god, nee, dat meen je niet. Ja. Wij staan goed, we hebben niks gedaan. Ja, niks zeggen. Nee, oh, die komt... Oké, die komt wel voor ons. Stop, politie. Hallo, goeiedag. Hallo, waar wil je spreken, Rick? Hi. Ja, je spreekt met... Met de politie? Zou je even kunnen bukken, want ik zie je hoofd niet, meneer. Het is niet zo handig om tegen je buik te praten. Ja, top, goed zo, lekker. Hi. Is dit de politie? Ja, dat is zeker de politie. Oh, hi, politie. Hoe is het vandaag? Ik zou mezelf... Alles goed? Ja, het gaat wel. Ja, mooi, man. Ik zou mezelf even voorstellen. Wat kan je doen? Ik ben Paul. Paul. Paul Elstak. Nee, meneer. Ik denk niet dat we hier grapjes gaan maken. Aangezien we het hier over een best wel, best wel groot iets hebben. Want ik zag u zojuist op dit blokkenpark zag ik u rijden. Ik zag u driften. Nee, daar waren we. Ik zag u driften over de weg heen. Nee, en ik kreeg ook een melding over een van een autodealer. Oh. Zijn auto die werd beschadigd. Iemand in dat vind ik wel heel frappant. Dat ligt niet anders. Ja? Dat is heel frappant. Ja, nou, dan wil ik in ieder geval dat u uw motor even uitzet. Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat maar? Die rechterknop rechts naast je stuur, dan moet je op... Ja, goed zo. Ah! En dan kan het er maar wegrijden! Oh ja, de motor staat uit. Meneer, u mag eventjes uw rijbewijs geven, alstublieft. Mijn rijbewijs? Ja. Uw rijbewijs. Mag ik heel even met mijn advocaat praten? Met uw advocaat? Nou, die heeft u niet nodig, meneer. Nou, dat is mijn advocaat, meneer Verbaasd. Zal ik dat heel even morgen, alsjeblieft? Nou ben ik wel verbaasd. Nee, oké, okay, stom hier. Laat maar even, alsjeblieft, wel verbaasd. Is goed. Ik ben echt verbaasd. Ik ben... dat is een probleem. Ja? Wat we dus nu gaan doen... Je hebt je rijbewijs niet mee. Nee, de motor staat uit van die auto, want er moet nog even lekker met de starten om hem warm te krijgen. Maar als ik die politieauto nu zo zie, dan staat hij gewoon aan, die motor. Dus, Even mooi foto hiervan. Die nakken we gewoon. Wat? Ja? Welke, die politieauto? Hey, top idee, toch? Kom. Ik snap het plan, maar... Oké. Okay. Let even. Heel lekker wijf, hoe is het? Goed, hè? Meneer, we hebben even overlegd en het komt helemaal goed. Ik pak hem even. Prima. Als hij even meeloopt, kan hij zojuist laten vallen. Nou, daar bent u niet Nee. Daar heb je het geweest. Ik heb volgens mij de hele parkeerplaats overgedrift. Oké, maar meneer, ik zal het u heel even uitleggen. Harry. Ja? Wat? Die meneer rijdt gewoon de hond! Instappen, Hey, hallo, hey! Hoi! Hey. Weg hier! Oh! Holy shit! Los! Oh! Ik heb altijd al een keer in een politieauto willen rijden. Ja, ga jij nou? Ga dan naar elkaar. Oh, maar je hebt geen rijbewijs. Man, wat? En we stelen een politieauto. Oh, hij heeft ons niet gezien. Dat is mooi. Zo. Goede dienst vandaag, hè? Mooi man, mooi weer. Nou ben je opeens politieagent. Jazeker, even rustig aan doen, hè? Even rustig aan doen. Zo gaan we richting de oude beelden. Vandaar surveillanten. Gewoon rustig doorrijden. Rustig doorrijden, we zijn gewoon aan het surveilleren. Gewoon een goede dag, collega, ja. Nou, we stoppen even hier. Zeggen dat we onze undercoverkleding aan hebben. Hallo. Hallo. Collega. Even volgen, politie volgen. Ik zat gewoon mijn stopteken aan. Stop, politie! Zo, die knop die... Wat is dit knopje dan? Ho! Ja, doe maar even, veiligheid voor eigen risico. Veiligheid voor eigen risico.
Goeiedag, collega. Goeiedag. Oh, we blijven aan de auto zitten. Oh, hij doet er nou. Oh, vuurwapen! Oh, oh wat doet er nou? Wat dan? Heren, jullie mogen beide met jullie handen uit politie. Het raam nu. Undercover politie. We zijn een undercover. Meneer, waar zijn jullie handen uit het raam nu? Nee, we zijn undercover. We zijn uit het raam. We zijn undercover. Rij. Oh, schoten gelost. We kunnen door, We gaan gewoon door. Rustig aan. Lekker vette kersenbus. Oh, bom. Oh, bandlek. Oh, daar staat een dikke auto. Daar staat een dikke auto. Ik heb geen goede band. Ren naar de andere kant. Zet de lucht aan. Valt te veel op dit. Hier naar links. En hier rechtdoor, Nee. Je gaat we gaan helemaal omhoog. Dan schudden we hem af. Net zoals dat dan de samba dansen. Lekker met de billen schudden. Schud je hem dan ook af. Zie je? We zijn hem al kwijt. Doe je licht uit, doe je licht. We zijn hem al lang kwijt zo. Knoppel. Nog eentje. Dikke vette huts. Ja, we hebben wel een politie uit. Wie is dood? Ja, dat moet ik begrijpen. Zo. Ja, we hebben gewoon een pizza gestolen, vriend. Dikke vette huts. Oh, god. Ah! Oh!